Hoi, ik ben Saskia en ik was naar Angels in America van toneelgroep Oostpol. Nou moet ik toegeven dat ik een beetje fan ben van Oostpol, maar ik was wederom zeer enthousiast. Angels in America speelt zich af in het Amerika van de jaren 80 en het gaat over AIDS eigenlijk voornamelijk en liefde, vriendschappen. Maar AIDS is een vrij ver van mijn bedshow. Ik weet er niet van, ik heb er nooit mee te maken gehad. En toch was ik dit stuk heel vaak ontroerd, dat ineens ik voelde dat er emotie door me heen stroomde en ik wist eigenlijk niet waarom, maar het was er en dat was zo mooi. En dat kwam denk ik door de topcast, er is echt een hele goede cast. Er is een hele mooie, strakke, clean regie van Marcus Azzini. Het is heel subtiel, maar erg helder. En je zit als publiek heel dicht op het podium, wat ook spannend is. Je bent echt vlakbij de acteurs. En mooi is de vage scheidslijn tussen fantasie en werkelijkheid. Ik kan je aanraden om nog te gaan zien, en dat kan, van 28 maart tot en met 4 april. En ook weer van 20 tot en met 29 mei in Theater Frascati Amsterdam. Veel plezier!